uit Denemarken. Die is hier een paar dagen over om te komen spelen. En wij zijn ontzettend blij dat hij erbij is. Felix Molsholm. En uiteraard Peter Beets aan de piano. Mijn naam is Benjamin Herman en daar zit Han Bennink. Thank you.
en die toch altijd leuk. Ik heb wel eens gehad dat mensen zeggen, ja, Peter, nou geef je de microfoon weg. Maar wij komen ook een beetje voor jouw aankondigingen. Dus vandaar, maar nou, er komt meestal dan wel iets in mij op. Maar vooral dat dit allemaal stukken van Mischa Mengelberg zijn. En ja, ik heb eigenlijk ook een beetje expres, want het is wel een tijdje geleden dat we gespeeld hebben. En dan denk ik, ja, misschien komt er toch weer een nieuwe wind die over die stukken kan waaien. Want het zijn hele sterke, hele duidelijke stukken die heel flexibel zijn. Je kan allerlei tempi nemen. Voor de mensen is het heel mooi, omdat u het eigenlijk vrij goed kunt meefluiten en onthouden. Het is zeg maar makkelijk in de vorm te onthouden. En wij gaan natuurlijk daar zo gek mogelijk op improviseren. Dat u dan in ieder geval nog weet waar we ongeveer mee bezig zijn. Dus hele leuke stukken. Ik vind daar categorieën Monk, Ellington, dat soort. Dus daar mag je ook helemaal mee doen wat je wilt, toch? Dus ik heb eigenlijk niet naar afgelopen tijd naar de platen van Mengelberg zelf geluisterd. Ik speel Mischa sinds 1959. Ja, echt wel. 60 jaar dus. Heel laat pas mijn rijbewijs. Dus kwam hij via Den Haag mij ophalen om in het Stadskanaal in een Provatia-centrum te spelen. Waar mannen aan het breien waren en waar je heerlijke mueslikoeken kon kopen. Maar daar liet hij ons toe. En daar vond hij al spelend. Ja, voor hem was het een soort van, hoe noem je dat? Een speeltuin. Voor hem was het heerlijk. En al improviserend vond hij heel veel dingen uit. Bij de volgende aankondiging kan ik naar je toe met de microfoon. Ja, is goed. Maar het is zo dat, dan is het extra, hij speelt deze stukken al 60 jaar. En het is extra ongelooflijk dat hij er steeds zo fris zijn eigen ding aan toevoegt. En iedere keer in het moment speelt. Han Benning. Het zegt natuurlijk ook wat over de stukken inderdaad. Dat ze dus zich daar zo voor lenen dat je... Ja, dus we gaan gewoon verder. Mooi dat u er allemaal bent. Het is extra belangrijk nu om de boel draaiende te houden, denk ik. Om een punt te maken. Weet ik veel, allemaal gauw hoor. Binnenkort is het allemaal weg, dat hele corona. En dan komen we weer gewoon met volle bak. Kunnen we weer lekker over elkaar heen sproeien. U zit daar goed, hè? Met Ben, die sproeit zo lekker over je heen. Ik was in Groenlo vorige week. Groenlo, dorpje, 6000 mensen. Daar staan de barkrukken gewoon weer naast elkaar. Een beetje burgerlijke ongehoorzaamheid, mag toch wel. Volgende stuk heet... Een beetje zenuwachtig, ook weer van Mengelberg. We wensen u nog heel veel plezier. Ik ga snel weer achter de piano. Komt ie.
Dank jullie wel. Een beetje zenuwachtig, Geter. Dat. En had je nou die eerste twee stukken genoemd? Nee, hè? Ja, Rollo 2 begonnen we mee en daarna Who's Bridge. Dit een beetje zenuwachtig. Nu gaan we een stuk doen waarvan ook... het is heel gezellig backstage. Dat kan ik jullie wel zeggen. We moesten even wat met Felix doornemen en waren hier heel vroeg. En binnen no time klaar met repeteren. Dus we hebben heel fijn alle verhalen van Han kunnen aanhoren. Zeker weten. Ja, joh. Ja, en ik wou dat jullie allemaal mee konden naar de kleedkamer, want het is ontzettend leuk. We hebben het onder andere gehad over tempi. En Han die blijft er maar op hameren dat er iemand op de wereld is die sneller dit thema kan spelen dan ik. Dat is Mary Oliver. Het zij zo. En toen hebben we ook over tempi gehad. En Han, daar hebben we besloten dat Han mag dit volgende stuk ook bepalen. Hoe snel we hem eigenlijk gaan spelen. Want iedereen speelt hem altijd veel te snel. Dit is een stuk, een van Misha's bekendste stukken opgenomen met Eric Dolphy voor het eerst. Dit Hypo Christmas Tree Fuzz.
We willen heel graag het woord geven aan Felix. Felix Molsom. En dit gaat over een stationnetje. Dit is Gare Guillemin. Thank you.
Het is echt maar één iemand in de hele wereld. Jongen, jongen. Heeft niets met leeftijd te maken, maar wel met een jonge geest, denk ik. Han Bennink, dames en heren. Ik moet heel even iets doen wat eigenlijk niet kan, maar ik moet op mijn horloge kijken. Dat kan echt niet. Ik kan het ook niet eens zien. Het is een prachtig horloge, maar ik wou dat er een lampje in zat. Oh ja. Nee, maar we mogen niet langer dan een uur bij elkaar zitten. En, wil jij? Nou, tussendoor, want ik vergeet eigenlijk zomaar onze gast. En ik heb enorm naar mijn zin. Voor het eerst met deze man uit from Denmark, right? Kopenhagen. Is het Moselhof? Felix, hè? Moselholm. Oké, Felix Moselholm. Dat is te gek, hè? Leo, ik was Felix niet vergeten, schat. Maar... heel goed dat je het even aanstipt. Maar ik ben wel mijn verhaal kwijt. Ik had iets heel moois bedacht. Geen idee meer waar het over ging. Allemaal niet zo belangrijk ook. Maar ja, we mogen maar een uur voor jullie spelen. Want dan moeten jullie naar buiten. En anders zien we elkaar over 2 weken op de intensive care. Dat zou ook... Nee, het zou niet gezellig zijn. Nee. Ja, precies. Dan rest ons nog te zeggen, dankjewel voor het komen. Peter Beets, Felix Moselholm, Han Bennink, mijn naam is Benjamin Herman.
Ja, er is zojuist even gebeld met Grappenhuis. Weet je, Grappenhuis? En we mochten nog een liedje spelen.
Geef ze nog een waanzinnig applaus. Benjamin Herman, Peter Beets, Han Benink en Felix Moosholm.